Bij uw vorige bezoek heeft u ervoor gezorgd met een bliksembezoek aan Caracas om de grensblokkade op te heffen. Er is nu wederom een grensblokkade. Wat zijn uw plannen nu in deze richting? Een jaar geleden vroegen de landen hier in het Caribisch gebied mij nadrukkelijk om die grensblokkade te beëindigen. En daarom ben ik toen ook naar Caracas gegaan. Inmiddels is de situatie hier gewijzigd. Er zijn nieuwe leveranciers gevonden voor bijvoorbeeld fruit en groenten. En de wens leeft hier nu niet meer dat ik de stap zet om de grensblokkade te beëindigen. Dus deze keer ga ik dat ook niet meer doen. Curaçao is wel gebonden aan artikel 3. Nederland is overigens ook partij bij het Europees verdrag. Het Koninkrijk. Zeker. Dus Curaçao moet zich daar ook aan houden. En dat is ook de reden dat de Nederlandse boodschap steeds is. Je moet wel een procedure hebben waarin mensen wel om bescherming kunnen vragen. Is de huidige procedure wat u betreft voldoende? Het is niet aan Nederland om de procedure te beoordelen. Op dit moment loopt er ook een zaak bij het Europees Hof in Straatsburg. En het gaat precies over deze vraag of de procedure hier op Curaçao afdoende is. En laten we eerst die uitspraak maar eens afwachten. U bent niet bang dat het op uw bordje terechtkomt? Er is een heldere afspraak dat de toelaat van vreemdelingen een verantwoordelijkheid is van de autonome landen. En afspraak is afspraak.